Welkom bij alweer het derde en mogelijk laatste deel van deze Spider-Man voor de PlayStation 4 playthrough. En we zijn nu op dit moment van spreken direct beland in een boss fight met zowel de Scorpion als de Rhino. En ik kan me nog herinneren van mijn eerste playthrough. Ik heb deze game 1 keer eerder uitgespeeld. Dat was trouwens ook live op stream. Toen heb ik zelfs nog op het einde een klein traantje moeten laten. Ik zal het niet verklappen waarom. Daar kom je misschien deze stream vanzelf wel achter. Maar ik kan me herinneren dat dit best wel een moeilijke boss fight was. Dus we gaan kijken of dat nog steeds zo is. Oh, oh, oh. Hey, hoe werkt dit? Oké. So what's the end for these particular means? Ik begrijp er niks van. Ik heb het idee dat ik. Bam! Oké, dat was hem. Dat was één. Waar zit de volgende? Waar zit de volgende? Oh, daar. Als het goed is, kan hij mij hier niet raken. Oké, Rhino. Let's wrap this up. Uh-oh. Never send an 8-ton infant to do a man's job. Let's finish this. Oh, Scorps, love you, but you do know it's rude to cut in, right? What were you going to do? Okay, ik zit vast. Beg him to keep up? Yes, Gunther, that is exactly what I would have done. Aw, like an old married couple, you two. Godver. Waar is Rhino? Boom. Ik weet niet of we nou eerst met Rhino gewoon moeten dealen en daarna pas met de Scorpion. Maar je wilt niet geraakt worden door de Scorpion, dat kan ik je alvast wel vertellen. Want hij heeft van die toxins en shit. Waar zit de volgende shit die ik op hem kan gooien? Ah, hier. Gotta get Scorpion on the ground. Gadgets might help. Oh shit. Oké, okay, gadgets might help. Wat dan? Oké, het is best lastig om tegen twee motherfuckers tegelijkertijd te vechten. What did Octavius promise you, Scorpion? Oké, hier moet hij zijn. The force will be with you. Hey, James Dada, dankjewel. Dankjewel voor die sub, man. Appreciate it. Ai, 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 ai. Oh, Jezus. Waar bemoeien ze nou de hele tijd mee? Ah, fuck off, man. Ai, 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 ai. Oh, mijn god. Ah. Ah, nee. Wat time ik alles kut.
Oké, die zijn dus op. Oké, ik moet echt healen. Ah, kom op, man! Nee! Ik zei toch, dit is echt een moeilijk gevecht. Kijk, die eerste paar keer gaat nog wel, omdat fucking Scorpion zich er niet mee bemoeit, maar... Ah, nee! Kom dan. Oké, electric whips. Waar is de fucking scorpion daar? You have a name yet? The Scary Six? The Dirty Half Dozen? How about the Wee Murder Spider-Man? This works for a blanket. Hey, Target, please! You embarrass yourself! Where is he? There. Misschien moet ik eerst met Scorpion gewoon dealen. Ah, mijn god zeg. Scorpion al down? Doe de mission, Jezus. Maar kan hij 2 meter buiten dit heen swingen? Rhino's done. Time for Fist of Fury. What Octavius will do if he finds out you failed. I failed? Yes, stel zit er zo tof van Spider-Man, man. A little force together time might help you boys learn to play. Het was gewoon een strategie dingetje dus. Yuri, that's 4 down. Yeah, Scorpion, now Rhino. Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem, though. Devil's Breath cases are getting worse, and Oscorp is being coy about an anti-serum. Ik weet niet hoeveel uur ik nog moet spelen, maar ik verwacht dat er 3 of 4 uur is nog. Vanaf hier. Zit er best wel ver in de game, namelijk. Maar volgens mij moeten we nog tegen Sable shit doen. We moeten volgens mij tegen die Chinese gang nog wat doen. Ja, deze game was heel erg gruwelijk, man. Hoe bedoel je, Black Door? I've already been through his office computer. Are you thinking his penthouse? Oh ja, en we moeten natuurlijk nog naar fucking Osborn. Ga je de DLC ook doen? Ja, maar niet vandaag. Niet vandaag, Koningston. Dus we gaan zeker al die uitbreidingen nog checken. Okay. Ik denk die uitbreidingen zijn in totaal 6 uurtjes of zo. Zoiets. The City That Never Sleeps. Was tof. Maar niet zo gruwelijk als de main game natuurlijk. Misschien is dat ook een beetje oneerlijk om te verwachten, maar... Oops. Oh.
Dat was iets te enthousiast. Kijken, laten we nu weer een normale suit aantrekken. Het is en blijft leuk om gewoon tussen die suits te blijven switchen. Iron Spider? Nee. Gewoon een classic Stark suit. Blijf ik een fan van. Okay, MJ, I'm a couple blocks away. Let me know if you get into trouble. The Force will be with you. Always. Whoa! Riz! Dankjewel voor die drie gift subs, gozer. Appreciate it, dude. Trouwens, hebben jullie gisteren nog Destiny 1 zitten spelen? Of, Thanks, Pete. Ik kwam er iets te laat achter, maar ik was ook niet meer in staat om mee te doen, to be fair, man. Maar super, super bedankt, Riz. Oude baas dat je er bent. Oh, we gaan nu wel weer fucking saaie missies doen, zie ik. Oh. Maar Destiny 1, heb je het nog gedaan? The Force will be with you. En laten we dat binnenkort sowieso wel weer even doen. Want we moeten, wat mij betreft, even alle Destiny 1 raids spelen. En we hebben volgens mij nog Wrath of the Machine. We hebben natuurlijk The Vault of Glass. There's the security room. Ah, oké. Vergeet ik er nog eentje? Maar Crota's End hebben we gedaan natuurlijk. King's Fall hebben we gedaan. Create a diversion. Ik zie hier iets. Meaning? Every second we stay down here, we risk catching that plague. Definitely. Alleen nog die twee daar. Kijk, dan moeten we dat zeker heel even afvinken. Why isn't Osborne down here? This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends are exempt. Security let one of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. Come on. Maar oprecht, hè, die ene keer dat we het aan het spelen waren. Ik merkte toch wel dat ik de Destiny 1 raids toffer vind dan die van deel 2. Terwijl die van deel 2 ook best wel tof zijn, hoor. Die Last Wish was natuurlijk ook gruwelijk. En ik vind de laatste ook wel leuk. Maar ik moet wel zeggen, ik ben helemaal uit Destiny 2, man. Echt helemaal uit Destiny 2. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb echt geen reden meer om te spelen. Everyone, please stay calm. Sable International has nearly finished their sweep. Well, that was fucking easy. That was fucking easy. Jesus. Hello. Stun gun. I know a few Sable agents who would love to meet you. Kijk. Let's taser some fuckers. Oh. But I like this thing. So do I. So do I. Okay, hier kan je dus niet in. Gotta turn him around. Hoe de fuck heeft hij mij niet gezien? Stand by control. I heard something. Good boy. I'm sure Sable offers workman's comp. Much artificial intelligence. Controls in the security room. Next to the Sable agent. Het is niveau Splinter Cell, hoor. Mary Jane Watson, super spy. Time to unlock super that spy. Elevator. Oh, die Russische chick, ja. Oh mijn god, ik had zo'n hekel aan haar gelijk bij de eerste playthrough. En trouwens, jongens, even voor vanavond, voor duidelijkheid. Vanavond, ja, het is natuurlijk weer zondagavond, 8 uur. En dus gaan we weer racen hier op dit kanaal, GT Sport. Wil je meedoen? Zorg gewoon dat je erbij bent. Vanaf 8 uur gaan we racen. Ik pak trouwens heel even een USB-kabel erbij, zodat mijn controller niet uitvalt. Maar vanaf 8 uur gaan we racen. Je hoeft ook geen PlayStation te hebben om mee te doen. Je moet gewoon GT Sport hebben en een controller. Er zijn meer mensen met een controller, hoor, die gewoon meedoen. En zelfs die kunnen winnen.
Dus dat moet ook genoeg zeggen. Maar het ding is daarbij. Ik ga weer verslag doen daarvan. Dus je kan de race gewoon in zijn volledigheid volgen. Ik schakel tussen de verschillende battles op de grid. En dat was vorige keer in ieder geval heel erg leuk om te doen voor mij. En de chat vond het toen ook heel erg tof om te doen. En ik zat zelfs voor het nieuwe F1 seizoen te denken om iets nieuws te gaan proberen. Is om een eigen programma rondom Formule 1 te maken. Met voorbeschouwingen, nabeschouwingen. Zoals je dat kent van tv. Alleen dan in plaats van dat er bekende gasten aan tafel zitten. Kan ik toch niet regelen. Dat we gewoon met de chat gaan speculeren over wat er die dag gaat gebeuren. Het laatste nieuws van F1 even bespreken en dergelijke. Ik denk dat het heel erg leuk is. En dat we dat misschien een beetje moeten doen in een einde van de week live setting. Het is kut dat ik altijd gelijk de beans speel voordat ik überhaupt iets heb gemaakt. Want dan kan iemand anders het gewoon ook namaken. Maar dat we een soort in het eind van de week live setting, het nieuws bespreken, gaan voorbeschouwen. Even digitale rondje rijden op het betreffende circuit van dat weekend natuurlijk. En dat we ook na de race, misschien kunnen we tijdens de race gewoon de stream aan laten staan. En timetables van de race zelf streamen, zoals die op Formule1.com worden weggegeven. En dat we gelijk na de race weer terugschakelen naar de einde van de week live setting bij wijze van. En dat we daar nog heel eventjes lekker gezellig met z'n allen de race gaan nabeschouwen met wat polletjes hier en daar. Gewoon heel veel interactie met de chat, want dat moet zich dus onderscheiden van de tv afleveringen die je ziet. Want anders kan je net zo goed tv gaan kijken. Gewoon extreem veel interactie met de chat en dat zij ook hun mening kunnen droppen. En misschien zelfs kunnen inbellen, zoals we dat ook af en toe wel eens doen met Most Tavern. Mij lijkt het in ieder geval heel erg leuk om te doen. En ik denk dat je dat nog niet hebt gezien hier op Twitch. In ieder geval niet Twitch Nederland. Ongetwijfeld is het in het buitenland al wel een keertje gedaan. Daar moeten we heen. Hier komen we toch achter. Hier komen we er nu achter of het nou Venom is of de Green Goblin. Wat we hier te zien gaan krijgen. What is this thing? Yo, what's up, Toki? Goedemiddag. Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. Ik was ervan overtuigd dat het Green Goblin shit was. I think Norman's being moved. Worried they might spot me. I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now. Ja, echt pas helemaal bij de de after credit scene dus toch. Point for the apartment. Tons of empty space right behind the wall with a family portrait. Who leaves space unused in a Manhattan apartment? Not me. Even kijken, wat is er nog meer hier? Scientific journals debating the Spider-Man problem. So weird there's a whole cottage industry focused on explaining Pete's powers. Als je het boek hebt gelezen, weet je waarom dit zo'n ding is voor Norman Osborn. Het boek wat de officiële prequel is van deze game. Ben je al ver in de Spider-Man game? Ik denk dat ik nog 3-4 uurtjes moet voordat we bij het einde zijn. Dus hopelijk kunnen we dat in deze stream nog doen. Looks like he used Harry's last day as the code. That must be the day Harry left for Europe. En welke dag is dat? Harry's last day. Ja, we zien het wel. Maar ik ga de volledige playthrough Tokie ga ik ook uploaden naar YouTube. Dus ik heb alles opgenomen wat we hebben gespeeld de afgelopen weken. En dat zijn al 2 files van 50 gigabyte op dit moment. En die 2 zijn al geüpload naar YouTube. En dit is de laatste. Ik ben dit ook aan het opnemen, zodat we dit ook kunnen uploaden straks. Even kijken, wat moeten we nou nog meer doen? Hmm.
Zal er hier ergens nog iets liggen? Als je weet wat het is, dan mag je het gewoon zeggen hoor. Kan je een kleine recap van Spider-Man doen? Ja. Doc Ock heeft samen met Peter Parker een breakthrough technologie ontwikkeld. Waarmee straks gehandicapte protheses kunnen krijgen die kunnen worden aangestuurd via hun, brein. Alleen is er iets misgegaan en is de inhibitor chip kapot. En nu is Dr. Octavius evil geworden en heeft hij de Sinister Six samengesteld om de Dragon's Breath los te laten hier op de stad. De Dragon's Breath, dat is een chemisch wapen waarmee de hele stad nu in gevaar is. En ja, we zijn hard bezig om hem te gaan stoppen. Oh, maak je geen zorgen, Koning Storm. Ik weet vrijwel zeker dat we hier een sequel van gaan krijgen. Ik bedoel, het wordt letterlijk al geteased aan het eind van deze game. Maar deze game heeft het ook gewoon uitstekend gedaan, dus vandaar. Wat zie ik over het hoofd? Wat zie ik over het hoofd hier? Nee, die helm, daar hadden we al naar gekeken. Ik denk alleen dat die Avengers game van kijk. Norman seems to be pushing Oscorp towards defense work. Ik denk alleen dat die Avengers game waar Square mee bezig is niet zo tof gaat worden, man. Ik heb die live gespeeld zien worden. Het zag er één niet zo heel mooi uit. En ten tweede, die gameplay zag er zo ongelooflijk saai uit. Ik hoop dan ook vurig dat ik ernaast zit. Maar ik verwacht het eigenlijk niet. En om een of andere reden, het design van die characters vind ik ook erg verschrikkelijk, man. Ja, ik kan hier wel de hele tijd naar blijven kijken, maar... Ja... Ik weet dat ik bij mijn allereerste playthrough hier ook best wel lang vast zat en zat te kijken van wat er nou allemaal aan de hand is. Kan je in laadjes kijken dan of zo? Nee. Kan je hier erin? Nee. Ja, en het is een live service game, hè. En maar een live service game met superheroes. Weet je, het is misschien een keertje iets anders. Dus loopt er rondje eens andersom, ja, nou. What the fuck? Wat mis ik? Het moet goud oplichten. Ik voel hem ook nog niet rest, maar weet je, we kunnen naast zitten. Ik ga nog niet oordelen voordat ik hem zelf heb gespeeld. Ja, ik dacht ook dat er ergens een secret room was, maar waar dat dan is, dat weet ik dus niet meer. Ik dacht dat het achter het schilderij was. Kijk, en hier, allemaal leuk en aardig. Ja, we hebben die live gameplay demo gezien en waarschijnlijk zouden we nu meer gaan zien op de E3. Wat is eigenlijk de release date van die Avengers game? Dat kan toch ook niet heel erg lang meer gaan duren? Dat gaat sowieso spektakel opleveren, Tinus. Ik moet zeggen, ik ben één keer in mijn leven bij een NASCAR race geweest. Echt zelf aanwezig geweest. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is wel met vaak die Amerikaanse races. Weet je, de eerste 200 rondjes hoef je niet te kijken. Maar de laatste, wow. Die waren zo verschrikkelijk spannend. En daar heb ik toen echt van genoten. Maar ik zat in de skybox, dus ik had echt onbeperkt fried chicken en shit. Dat was echt helemaal toppie. Ah, jongens, ik word hier echt moe van. Kan iemand even googlen? Zit er iemand achter een PC op dit moment die gewoon even snel kan googlen van wat ik hier moet doen? Step into my parlor. Dat is de naam van deze quest.
Oh. Ik weet dat ik hier vorige keer ook zo lang mee bezig was, maar ik ben het gewoon vergeten. Het was in mei, maar dat hebben ze verplaatst naar 4 september. Oké. Okay. Ik heb gemist dan dat ze die hadden uitgesteld. Oh, jongens. Wat is dit voor bullshit? Bij het schilderij? Ja, maar daar was ik. Kijk. Ze zegt ook zelf. Weird dat er achter het schilderij... Je moet een masker gebruiken, maar wat moet je met een masker doen dan? Oh shit, we hebben alleen dit bekeken, maar niet het masker zelf. Toppie, dankjewel. Wow, this mask is incredible. Is it showing a door hidden in that wall? Ik dacht dat het één en hetzelfde was, die blueprint en het masker zelf. Yes, thanks, Tinas. Norman bids his son farewell. This must be from when Harry left for Europe last year. Why was Norman so dramatic about a trip to Europe? Look. Move. Secret keypad behind the family portrait. Norman must like spy movies. Kijk, nu kunnen we gewoon lekker door. Dit zijn ook echt de meest saaie stukken van deze game. Het breekt zo hard met de gameplay. Dit had gewoon allemaal in een cutscene gekund, weet je hoor. August. Maybe he recorded the date there. This room smells like rich people. Het was August. All this wine is from Norman's vineyard in Burgundy. Het stond in ieder geval net op dat ding. Hey Dad. On my way to Dr. Michael's for one last shot before the, Nee, er is niks mis met point-and-click adventures. Dat is hartstikke tof, Black Draw. Hey, alleen niet wanneer je een action game als Spider-Man aan het spelen bent. I just wanted to record some thoughts. Snap je? Bon voyage day. Zeg maar, die gameplay past niet bij deze game. Niet dat er dus iets mis is met dat soort type gameplay. Want dat soort type gameplay is tof. Maar dan is het hier weer niet goed uitgevoerd. Wat's op netwerkkabel? Alles lekker, man. Wow, haven't heard Harry's voice in so long. He sounds so tired. Let's hope that journal is still here. Gotta check his room. Gotta check his room. Nou, oké. Okay. Dan gaan we daar naar zijn kamer. Het is wel een mooi appartement, hoor. Daar kan je weinig voor zeggen. Het is niet zo mooi als mijn appartement, maar... Ah, dit is toch verschrikkelijk. Dit is toch verschrikkelijk. Oh, het is locked. Nu moet ik de sleutel vinden. I used to be so jealous of Harry's family. They were so happy. Heb je The Last of Us al gespeeld? Wat, de eerste? Deel 2? Nee, deel 2 heb ik niet gespeeld. Ik heb ooit een keertje een live gameplay demonstratie mogen checken, maar... Dat was gewoon letterlijk diezelfde demo die jullie toen ook hebben gezien. Dat was helemaal niet bijzonder. Cool. Nou, dan mogen we weer die sleutel gaan vinden. Oh. Norman certainly likes to remind guests of his status. The photo was removed, though. Wonder what was... City's in a state of emergency, but Norman still manages to get his laundry and cleaning done for him. What a hero. Wat loop je nou te zeuren, Mary Jane? Je bent aan het zeuren. The Osbournes have a coat of arms. And a motto. Pax in bello. Peace in war. Ik heb daar echt totaal niks van meegekregen, Koen.
Ik ga er gewoon blind in. En probeer onbevooroordeeld gewoon mijn mening te geven over de game. Tenminste, als ik de review moet doen. Oh, wat is dit een partijtje saai, jongens. Wat is dit een partijtje saai. Moeten we nou weer hierheen? The Last of Us is, althans deel 1, is qua gameplay ook niet zo heel bijzonder. Het is niet een gameplay game. Het is echt een verhalende game. Dus ik kan me goed voorstellen dat het qua game helemaal niet leuk is om naar te kijken. Ugh, Norman would have a pool. New York is about subway rats and street pizza. Oh, zal Kevin het met John eens zijn? Want Kevin streamt het volgens mij elk jaar. En gewoon een volledige playthrough. MJ, hou je bek nou eens. Je bent aan het zeiken. Zeikwijf. Nou. Norman en Otto. Wow. They look like they used to be so close. What could have ruined a friendship like this? Greed. This is kind of cute. Norman keeps all the campaign buttons from his races. There's one for school board. And he's left room for more. Setting your sights higher, Norman? Harry's mom, Emily. The story of The Last of Us is echt heel tof. You might have been right. Feels like there's something attached to the back of the frame. Oh, a sleutel. This must be the key for Harry's room. Oh, shit. Please, laat me zo snel mogelijk weer met Spider-Man spelen. Please, let this be it. What? This can't be for Harry, can it? Jawel. Je vriend is erg ziek. Harry's journal. His last entry is marked July 18. Jullie dus toch. That must be the code to that room. Nou, cool. Ja, toch? Kijk, op mijn koelkast zien. Dan zie je dat er helemaal geen bier in zit. Alleen maar water en dergelijke. Hoe bedoel je, Black Girl? End of discussion. Keep team 2 on standby. I'm getting some air. Pete, Norman's cure is ready. He's headed to the lab it's at now. Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. Oh. Yeah, that's good. Qua story opbouw is het cool. Zeker weten ook nu. Alleen deze gameplay is gewoon schijt. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. Copy that, control. We're 5x5. Die gasten horen hem toch vallen, of niet? En, of ben ik nou gek? Here we go. Okay, July 18. Bingo. Kijk. Super creepy. Allemaal Spider-Man onderzoeken. Some spiders. Is Norman trying to reverse engineer Peter's abilities? Yes. The labels. And he succeeded. Bioelectrokinesis. Optical. Norman Osborn. GR27 research log. The whole project has gone. Het is hem gelukt.
Ik vind het toch gemiste kans dat die Sable chick geen Russisch accent had. Hoezo? Ze heeft toch een Russisch accent? Waar heb je het over? Wat gaan jullie vanavond eten? Ik ben nog aan het twijfelen. I almost can't believe it. De Mr. Freeze bossfight? Ik kan me niet meer herinneren, man. Wow. Norman wins the fancy map contest. Looks like Norman's tracking Dr. Michael's movements. Creep. Huh. This shows all of Oscorp's properties. Sable troop deployments. They're stationed all over the city. I bet I can find the Devil's Breath lab. Hamburgers op een ciabatta? Ooh, that's nice. Chinees. A ton of Sable protection. So chill. Frequented by Dr. Michael. Nee, Chinees is een beetje duur als je het voor alleen voor jezelf moet halen. Wok. Wat voor wok, Randy? Is dat hij leert van je eerdere tactieken dat je dezelfde dingen om te damagen niet twee keer kan doen? Oké. Okay. Dude, vanavond is het biryani. Wat is biryani? Ik ben er niet bekend mee, Res. Ik ben er niet bekend mee. Kijk, dit hebben we toch gedaan? Ik kan niks oppakken hier, of... Nee. Dus why the hell can I look? Is dat een Pakistanse rijstschotel? Ik heb er nog nooit van gehoord, man. Oké, dat is Harry Osborn. Oh. Nou, het is weer deze bullshit dus. Sad. Harry en Emily's medical records. GR-27 was developed to treat them. Devil's Breath is a failed cure for Norman's own family. Kip, shrimp, crispy onions. Ik hou niet van shrimp. Hier hebben ze trouwens wel bij mij in de buurt wel echt een hele goede Thai. Moet ik alsnog naar die spinnen kijken dan of zo? Nee. Het voelt alsof je hier iets moet doen, maar dat het niet lukt of zo. En dit zijn geen pokeballen. Yo, what's up? Goedemiddag, we zien jou. Oh. Ik dacht dat dit de laatste keer is in ieder geval dat we met Mary Jane deze tering saaie shit moeten doen. Hij zit hierin, toch? Hij zit volgens mij in deze chamber. Nou, misschien moet ik nog meer aan die tafel doen. Looks like a map of the Upper West Side. Yeah. Nope, that's just a Sable patrol. None of these patrols cross Dr. Michael's path. Bet I'm looking for a heavily guarded Oscorp building. Nope, that's just deze dan. Dr. Michael's went to this Oscorp building, but there's no security detail. This can't be it. Dat is die op zo'n weg zit. No Michael's or Sable. But where do these three categories overlap? That must be the lab's location. Dit. Don't think I've chosen the right categories. Commercial building. Wow. Oh. Someone Oscorp's going all in. No. Norman's not crazy enough. A records facility could be perfect cover for the Devil's Breath lab. Dr. Strum. No movement. Dr. Michaels leads the Devil's Breath team. Wherever the antis. Bravo. Dr. Strum. 27. That's the code name for Devil's Breath. This is it. Oh, sperif, Jezus. Daar heb ik mijn partijtje zin in, hé. Oh. Dat is lang geleden ook, man. Vooral zijn de all-you-can-eat restaurant voor sperifs. Ja, ik ben zo iemand die gewoon naar een vreedschuur gaat, hoor. En dan onbeperkt sperifs mijn bek in gaat douwen. Wat is dit? And we are
be right next door. Just relax and let the medicine do its work. Okay, dit is dan wel weer gruwelijk, man. Whoa, he killed his fucking parents. What have you done? Oh my god. Armin and Otto. They started all of this. They created Lee. I have to get this. Sadly. Uh-oh, nu wordt ze gebeten door een spin. Door een radioactieve spin. Zei ik toch? We have a breach. High alert. Hier is COVID-19 geboren. Het is wel grappig. Dragon's Breath. Die, of Devil's Breath. Die heeft wel echt veel overeenkomst met COVID-19. Iedereen moet nu ook thuis blijven. Ik heb je dat vorige keer laten zien. Dat er ook overal staat. Stay home. Stay safe. Great. Keep the motor running. Control. Status. Nothing to report. Klink. Let's go. Dit duurt te lang. Kang! Ze zagen al die 10 lijken van vorige keer niet op de grond liggen hier, of wat was het? Vorige keer lieten we toch 10 lichamen in die ruimte achter. Ik heb het idee dat dit niet raytraced reflecties zijn, jongens. Het kan aan mij liggen, maar... Oh. Ja, deze gameplay is echt... Godverdomme, gaat hij weer naar binnen? Make up your fucking mind. Sector alert. We've got a man down. Ja hoor, nu hoor... Weet je, de regels in deze game zijn echt all over the fucking place, man. Weet je, de ene keer wanneer je het 5 meter afstand van hem doet, dan hoort hij niks. En nu staat hij aan de andere kant van de fucking kamer. En nu hoort hij iemand vallen. Ja, later, pik. Later, dick. We need to clear that balcony. Oh. Er staat er nog eentje. Silisse, dankjewel voor die follow. Is het de one and only Jasper? Of is dit een andere Silisse? Turn it off, Lex, now. Are you okay? We'll be in a few seconds. Northwest corner. Oh ja, ze wordt gevangen genomen, hè? In het Sable Camp. Dat was het volgens mij. Ja hoor. Je gaat zeggen dat zij jumpt, terwijl ze niet weet of fucking Spider-Man daar is. Come on, bro. You're amazing. That's some bullshit. Ze springt liever van een skyscraper af. Dan dat ze gevangen wordt genomen dan door Sable. Really? Ja, yeah, I don't believe that, Blackdra. I don't believe that. Ze had het script gelezen. Ah, is dat het? That makes sense. It's all so much to take in. Harry sick?
Norman and Lee and Dr. Octavius? I know. Hey, True Love heeft nog nooit iemand gestopt om op de grond niet kapot te vallen. Niks met True Love te maken. You are not alone anymore, Pete. Let Miles and me look after Feast. You find Norman. You find the cure. Yes. Thanks, partner. Ooh, progress. Hey, ik ben al voor Robert en Brink, netwerkkabel. Ik ben al voor Robert en Brink. Hier, daar gaat ze, man. Oh nee, Miles wordt natuurlijk gebeten door die spin. Miles wordt gebeten door die spin. Dat was ik even vergeten. I have to get that anti-serum and start putting things right. There must be some way to reach Lee and Otto. Convince them to give up this crusade for revenge. They've both done so much good for the world. They can't throw their legacies away just to spite Norman. Okay. Nope. Norman's on his way to get the anti-serum. Better update Yuri. I hope this is good news. It is. Oscorp just created an anti-serum. Ik ben nooit gek geweest van Mary Jane. Geen enkele face van Mary Jane ben ik gek van geweest. I'm on my way to find out. Mary Jane is gewoon niet mijn ding. Wait. I just got a report of a helicopter going down in that area. Oh no. That could be Norman's helicopter. I'd send officers your way, but I don't. Ja, er zijn wel bepaalde comic book versies, Blackrock. This will all be over soon, I promise. Maar ik heb het over live action of deze. Ik was ook nooit een fan van Kirsten Dunst. Sowieso, Gwen Stacy. Altijd, every day, all day. Kixido is een man met smaak. Wist ik al, maar hij bevestigt het nu gewoon even nog een keer. Spider-Gwen, all day, every day. Gelukkig zijn we eensgezind hier in de chat. Is er iemand die Mary Jane lover is? Spider-Man literally brought a plague down upon us. Why do I blame him and not Martin Lee? I do blame Martin Lee. He deserves swift justice, but he's a lunatic terrorist. This is what they do. Whereas Spider-Man... Volgens mij was Jelle wel gek van Kirsten Dunst. Yet he obviously knew about the threat and didn't warn us. He either thought he'd handled it, which makes him criminally negligent, or he was in on it, which makes him a terrorist too. Ja. J. Jonah Jameson, shut the fuck up. Precies dat, Reddy. Ik wou zeggen, opzouten dan. Kirsten Dunst, de beste MJ. Je hebt Zendaya niet gezien? Dan had je dit nooit van je leven gezegd, Dijken. Had je dit nooit van je leven gezegd. Ja, ik ben zo blij dat ze diezelfde gast hebben genomen van de Sam Raimi films. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Maar dat was een hele goede move. Kusson, ja toch, Smash Rocket. Alles goed, jongen. Ben je al een beetje warm gedraaid voor vanavond, of wat? J.K. Simmons, ja, zeker. Daarom, Dijka, dan kan je nooit zeggen Kirsten Dunst. I have to take care of these demons before I can follow Lee into the lab. Time to KO those snipers. GG Fowler! Oh. Dit ging niet heel erg goed, hè? Qua stealth. Dit was niet heel erg stealthy van je. Oké, kut. Ja, dan maar zo. Rocket launchers. Oh.
demons quick, before Lee gets a hold of the anti-serum. Oh, shit! Uh-oh. Waar is hij? Waar is hij? Waar is die gast? Oh, daar. Spider-Man. Laaie zondag. We gaan verschillende raceklasses rijden, Smash. Dus zorg dat je bij elke klasse in ieder geval één auto hebt. We moeten geen al te groot probleem zijn. Maar het zijn dus niet alleen maar groep 3 auto's. En kies wat leuke exotische auto's, hè. Dat is ook leuk om naar te kijken. Ik ga weer verslag doen, dus ik ga niet mee racen. Oh, shit. Jesus Christ. Ik ga dus niet mee racen vanavond. Ik ga gewoon weer Olaf Mote zijn. Is het Koos Mol of Olaf Mote? I took out your men? You gotta be kidding me! Even kijken, elektrische webs. Ja! Gaat iemand op de grond schieten? Wat een mafcase! Ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik weet niet of dat zo is, Smash. Oh, kut. Ik vind die vliegende motherfuckers zo irritant, jongen. Sable would cut me some slack. We should be on the same team. Wacht, waarom als ik een raket zijn kant op gooi, ontploft hij niet? Congratulations, you played yourself. Oh, wow. Hey, ik druk de rondje! Ik zweer je, al die security firms hier in deze game zijn we echt tot op de tanden bewapend met bazooka's, man. Geen enkele fucking security firm brengt bazooka's naar zo fucking iets. Oh my god, volgende week is Monaco, ja. Ik schijt echt in mijn box voor Monaco, jongens. Volgende week. Oh. Dat gaat pijnlijk worden. Dat gaat echt heel pijnlijk worden. Hey, ik pak heel even een biertje erbij. Ik heb er nog eentje toevallig. Dus die ga ik er nu bij pakken. En dan gaan we zo heel even verder. Momentje. Need to get into that lab. Yeah. Kijk. Mike? Ja, dat is mooi, toch? Ik hoef tegenwoordig alleen nog maar om te draaien om iets uit mijn koelkast te pakken. Lee's inside that lab. I have to stop him. Ja. Ik was vergeten dat we Martin Lee ook nog moeten uitschakelen. Hebben we dan bijna iedereen gehad? Als we Martin Lee hebben? Volgens mij hebben we dan alleen nog Otto Octavius te gaan, toch? Oh, kijk eens hoe lekker dat eruit ziet, jongens. Kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Mm.
Yes, komt ie. Wat voor headset heb je hierop? Dit is de Logitech G935. Nou, hij is draadloos. Maar ik gebruik hem met streaming. Plug ik hem in de Ruiden mic. Zodat ik mijn eigen stem terug kan horen. Dat is fijn. Why are you so heavy? Bam! Let maar op, hij wordt op zijn bek geramd. Oh, toch niet. Deze chick, jongen. You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. Ja. Hey, Q! Dankjewel voor die mooie complimenten, man. Does this mean we're good? Will help me secure Norman. After that, I make mensen move. Zichzelf horen dat het geluid in je headset te hard is voor de mic. Dat heeft Jelle ook af en toe wel eens. Dan hoor ik letterlijk mijn eigen stem terug. You secure Osborne. I will talk to them. Okay, Lee. No more running. This ends tonight. This is insanity. I have to find a way to reach the Martin Lee I know. Lee heeft over al deze muren heen gekumpt. Dat is Lee Kum. Of Kum Lee. Lee. Hey, hey! No way to go but down. I know about the accident. I know what happened to your parents. The accident? You sound as clinical as Osborne. My parents died because of me. Because of what Osborne did to me. You're more than your past. Don't let it control you. I tried so hard to make my parents proud, to honor their legacy. Ai, 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 ai. Ik weet niet meer hoe deze boss battle ging. Osborne must see justice. I won't let you do this, Martin. Ik weet ook niet of deze moeilijk was. Lee's pain. His anger. It's fueling his power. Oh, hier zweeft een foto rond van Lee. Zijn dat zijn ouders? Wat vind je van de nieuwe camera setup, jongens? Is het beter of kutter? Oh, dit is Dr. Michaels. Nee, die metro vecht zijn hebben we al gehad, Janta. You don't help people. You use them. This won't bring your parents back. Ja, je ziet er bijna niks meer van in het verkabel. Ja, het gekke is, ik vind het er vetter uitzien. Alleen vanuit de camerapositie zie je er ook minder van. Oké,
Have it your way. Now I gotta kick your ass, buddy. Waarom is hij nou ineens vulnerable? Ik slingerde net toch 5 dingen naar zijn hoofd en toen gebeurde er niks. Fuck, ik ben vergeten hoe je die camera focust op hem. Werkt dit? Nee. Dat werkt niet. Waar zit de shit die ik kan gebruiken om naar zijn hoofd te slingeren? Oh, fuck. Oh, shit. Voeding is goed, 400, 500 watt, heb alvast een Be Quiet 500 case gekocht. Ligt aan wat voor een hardware je gaat werken, Daika. Maar vaak is het als je wat hoger vermogen neemt, dan kan je computer er wat efficiënter mee omgaan. Maar het zou niet zo heel veel verschil moeten uitmaken. Ja, die NZXT H1 is echt gruwelijk, man. Maar ja, het beperkt je wel. En veel keuzes. I am the demon. Die boss arenas zijn wel echt heel vet gemaakt in deze game. Waarom doet hij niks terug? Wat de fuck is die aan het doen? Doe ik hem überhaupt wat damage? Oh. Dat is een big deal. No. Het is spectaculair genoeg in ieder geval. Ik hoop het. Au. Oh, fuck. Jump! Gooi die shit op hem dan. Oh my god. Oh my god. Hey, dat is unfair, man. Ik was letterlijk aan de andere kant. Oh. Hey. Ja, rot even gauw op dan! Bullshit! Oh.
Drop him down! Ik krijg zo'n Matrix gevoel, alsof je tegen Agent Smith aan het vechten bent. Oh, dan is 500 in principe meer dan genoeg, Daika. Maar wil je in de toekomst toch nog upgraden en dergelijke, dan zou 750 wat altijd een hele veilige keuze zijn. Daar kom je eigenlijk altijd mee weg. En als je het prijsverschil dan niet erg vindt. Ja, ik ben een tweede PC aan het bouwen, netwerkkabel. Dus ik zit er ook te twijfelen of ik nu niet gewoon een 500 moederbord moet kopen. Zodat ik daar straks een 4000 serie Ryzen chip in kan zetten. En dan gebruik ik deze chip in de tweede computer. Maar misschien is dat een beetje overkill, weet je wel. Dat is de antidote. Ja, voor in de woonkamer inderdaad, netwerkkabel. Want ik ga alle multiplatform games ga ik nu toch op PC spelen. Nee, ja, we verwachten september inderdaad, maar. Otto? That look on your face. Die character models vind ik echt er goed uitzien in deze game, man. Ja, ik wou het zeggen, Hans. Daar heb je een goed punt, man. Corona kan die shit wel heel even op zijn kop zetten, natuurlijk. I would not worry about him right now. Him right now. No. No hospital. Feast. Ja, gaan we achterkomen, Hans. Dan gaan we achterkomen. Ik weet niet, misschien gaan ze die core counts enorm opvoeren ten opzichte van huidige prijspunten. Ik weet het niet. Maar ik moet ook zeggen, ik heb me er nog niet echt in verdiept, hoor. Dus wellicht dat die informatie al lang beschikbaar is, maar. Miles Morales, jongens. There's no doctors here. Well, who's running this place? Me, mostly. Oh, okay. Well, it's been a while, but I'll do my best. I'll need masks, gloves, right. Whatever you have that's sterile. You can thank me by not dying. Hier zie je mondkapjes. Ik zweer het je, die devil's breath shit. Dat mensen thuis moeten blijven en dat er geen vaccin nog is. En dat mensen mondkapjes moeten dragen. Zo bizar als je dat vergelijkt met dit coronatijdperk. Er zijn gewoon echt eng veel overeenkomsten.
echt eng veel overeenkomsten. He'll live. But he needs rest. Oh nee, dat betekent toch niet dat ik weer met MJ moet gaan spelen? Alleen, ze hebben nog geen 1,5 meter maatschappij. Oh, jongens. She could go at any moment. Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. En May is besmet met the devil's breath. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. What? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. Ik zat een tijdje terug jullie E3-item op de beursvloer van 2018 te kijken. Je speelde toen Kingdom Hearts 3. Ik ben benieuwd of de game uiteindelijk is geworden wat je ervan verwachtte. Ik overweeg hem om te halen, dus vandaar. Kingdom Hearts 3 is geen masterpiece geworden. Zeker niet. Is het een leuke game om te spelen? Ja. Zijn de werelden in die game ongelooflijk mooi gecreëerd? En zijn ook de karakters fantastisch neergezet? Ja, zeker weten. Daar geniet je gewoon enorm van. Gaat dit het moment zijn, jongens? Gaat dit het moment zijn? Yep. Jongens, zijn we gewoon nog live? Mijn OBS gaf echt aan dat hij 0 kb aan het streamen was. Zeker een paar minuten lang. MJ's right. I built the neural interface. Ja, weird. That means I can destroy it. Ja, dat was kennelijk een internet hiccup. Nee, het is niet helemaal wat ik van verwachtte, maar het is tof om te spelen. En inderdaad, hij staat op Game Pass, man. Maar Kingdom Hearts 3 staat op Game Pass. Dus als je hem daar kan spelen. Wat gebeurde met die spin? Hij beet Miles Morales. En als je weet wie Miles Morales is, dan weet je ook wat er met hem gaat gebeuren nu. Je reed net de tunnel in. Ja, precies dat. Het was wel dat effect, zeg maar. Maar het grappige is, ik denk dat het een Twitch probleem is geweest. Want hij uploadde echt 0 kb. Maar ik had gewoon internet. This is your last chance to upgrade your gear and abilities before the end of the story, jongens. Oh, we zijn er. Look, recent events give me pause. Your rescue of Osborn, despite his hatred. Het gaat gebeuren. I must return. Ik had gisteren geld gezet op de Kolenpot Derby, maar dat is niet goed afgelopen, kan ik je vertellen. Dat was echt dramatisch. GTA 5 is alweer van Game Pass afgehaald. Benieuwd hoe lang Red Dead Redemption 2 erop zal blijven. Red Dead Redemption is wel een game die echt minimaal 2 maanden erom... Hey, waarom heeft hij een andere suit aan? Dat is echt letterlijk de eerste keer in deze game dat hij gewoon ongevraagd een andere suit aantrekt. And now I have to destroy it. With a little creation of my own. Maar Red Dead Redemption moet echt minimaal 2 maanden live op Game Pass zijn. Anders kan de normale mensen hem niet eens uitspelen.
Ik moet zeggen, ik voel deze suit wel hoor. Maar het was gewoon niet de suit die ik had gekozen. Oh, deze bedoel je. Die muziek is ook goed hoor. Ik krijg echt gewoon kippenvel als dit is gewoon zo'n fijne fucking game. Met zo'n tof verhaal. Ik zweer het je, het is gewoon een van de toffere Spider-Man verhalen. Ja, ik had een tientje gezet op... ik had een tientje gezet op gelijk spel, hoor, Doc. Dus, het is niet dramatisch, maar... Wel een tientje kwijt. Kan je toch aardig wat biertjes van halen. You want me to beg? Not gonna happen. The world will know the truth before they mop you off the pavement. Tell them what you did. I never. Everything you have is built on lies. Dat bedoel ik, broer. Dat bedoel ik. De Morbius vond ik er ook goed uitzien, hoor. We zijn bijna op het einde, jongens. We zijn bijna op het einde. My company, my ideas. Now, the truth. The truth. Okay. The truth is, you were only ever worth a damn when you worked for me. The truth is, you could never accept that I'm better than you. You're a failure, Otto, and you always will be. I got you, baby. Oh, ik vind deze game zo gruwelijk, man. Oh, 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 oh. Dit was best wel een tergende boss fight, kan ik me nog herinneren. Otto, je hebt je hele leven om mensen te helpen. You're fighting the wrong man. But have it your way. Oh, Jesus. Please! I'll turn over the anti-serum when Osborn paid for his crime! Maar eerlijk, hè, waarom geeft Otto het niet, geeft Norman het niet gewoon toe? Want dan heeft iedereen het anti-serum. Als dat zijn fucking eis is. Give it to him, man. Just give me the anti-serum. You've already done enough to ruin Osborn. Ik wou net zeggen. He always bounces back. He has oh mijn god. Dit gaat heel erg verkeerd. Hij is zo snel. Wat een gelul. Wat een gelul. You're wasting my time. Jezus. Hoe kan ik die shit nou gooien naar hem en dat hij gelijk een andere gooit naar me? Ik kan... Hè? I'm trying to help you.
Dit gaat echt dramatisch, man. Ik wist dat dit een klote bossfight was, man. Nee, nee. Dat ken ik nog niet. Ah, gast. I've lost all patience with you. Nee, 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 tweede playthrough. Gotta move. Oh shit, ik zit niet op te letten, jongens. Dit is dramatisch. People are dying! They need the anti-serum now! I will cure this city after I bring down Osborn! Oh. Let me save the city. Then we can do whatever you want. Precies. Now get out of my way before I really hurt you. Give me the anti-serum, and I promise Osborn will face charges. Liar! Just like Osborn. Nothing but lies. Oh. What happened to the man who wanted to help people? The weakling? The loser? He's gone! Nerd! You're not thinking clearly! On the contrary, I find my... Enough of this! Bullshit, dit. Er gebeuren dingen die niet kloppen. Zeker weten, Selborn. Zeker weten. Ja, is best veel. Ik heb net Heavensward uitgespeeld. Ik ben nu met Stormblood bezig. Ik ben ook een Gunbreaker job begonnen. Such a disappointment. Parker. You know? You knew? I tried to warn you, Peter. But you didn't listen. You knew. I won't let you win. This means too much to me. Not more than it means to me. Dude, dit is echt beter dan de fucking films, man. Het is echt beter dan de films, gewoon. Eerlijk, hier zit toch veel meer... Alleen al door de uren die erin zitten. En dialoog en dergelijke. En motivatie en alibi. Is dit toch veel beter dan wat je hebt gezien in de films? Dit voelt veel persoonlijker. You should be on my side! I won! The force is strong. Oh, kom dan. Oh, serieus, zelfs dit gevecht. Het voelt zo emotioneel. Het voelt bijna als Obi-Wan versus Anakin. Zo voelt dit. Dankjewel voor die follow. Think of the man you were. That man is gone. You can't save me, Peter. Then I guess you'll have to save yourself.
were my hero! See, the blue leg, for you were my hero and shit. Oh. I hate that you're making me do this! Ik heb gewoon kippenvel terwijl ik het aan het spelen ben, man. En dit is de tweede keer dat ik het speel. You were my brother, Anakin! You look tired, Parker. Not tired. Just hurt. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. I couldn't agree more. Hij heeft de inhibitor chip eruit getrokken, toch? Nu? Peter, I saw you as a son. I should have known you'd turn on me, just like all the others. Turn? I've worshipped you, your mind, your conscience. Wanting to help others, the way you never gave up. That's because men like us have a duty, a responsibility, to use our talents in the service of others. Even if they don't appreciate it, we have to do what's best for those beneath us, whether they understand it or not. No, you're wrong! You are everything I wanted to be! You just threw it away! Yes, of course. You're right, Peter. Oh, I see that now. The neural interface affected my mind. But I can fix it. We can fix it. Together. If you'll help me. Do everything I can. I'll make sure you get the best help. No! If they put me away, they'll take my arms! I'll be trapped in this useless body! Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? And of course, you'll rest easy, knowing your secret is safe with me. Chantage. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter. Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? Peter!
Still viable. We'll need the entire sample as a base to produce more doses. How long will that take? A few hours. Maybe a day. What if we use it to cure someone right now? Then there won't be enough to cure the others. I'll give you a few minutes. You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I wanna see my nephew. You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. And I am so proud of you. And Ben would be too. All the people you've saved. I don't know what to do. Yes, you do. Zeker. So? Hi. Mary Jane Watson, associate editor. Congrats. Thank you. I knew you could do it. What about you? Find a job yet? Oh, no, but, I'll be right with you, honey. Thank you. I was actually considering maybe a career change. Hmm? Yeah, I think I might want to become a chef. Ja, maar PS4 heeft het zwaar, niet alleen ik. I'm sorry, no, you're a scientist. A good one. The last project I worked on, I created a monster octopus that almost destroyed the city, so... Yeah. I mean,
You do make a hell of a chicken curry. I do. Still working on my dumpling. Ik had niet verwacht dat het bij de tweede keer ook nog steeds zo zou binnenkomen. Going camping? Oh, my new place isn't going to be ready for a week, so I'm going to be crashing with Miles for the next few nights. Oh. You know, you can always stay at my place. Only if you want to. No, I mean yes, I mean, no, I don't, I not want to, but meaning I do want to, but only if you do. I never stopped wanting to. Me neither. Zeker, Black Art. Zeker, precies dat. Er zijn twee games die dat in de afgelopen 5 jaar hebben gedaan voor mij. En dat is Red Dead Redemption 2 en deze. En, deze game heeft ook nog eens de allerbeste Stan Lee cameo ooit. Ja, Death Stranding hoort er zeker bij, joh. Kijk, in dit maken games het allermooiste medium ooit, weet je wel. Het mooi complex verhaal hoeft niet in 1,5 uur, 2 uur geramd te worden. Je kan zo lang de tijd nemen als dat je denkt nodig te hebben. Het is interactief. Je bent involved, je doet het zelf, dus het heeft meer impact. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik had echt niet verwacht dat ik hem bij de tweede playthrough nog steeds zo vet zou vinden, man. Ik had echt niet verwacht dat ik hem nog steeds zo vet zou vinden. Wauw. The Last of Us, idem dito inderdaad, ja. En God of War was een hele vette game. Maar raakte me niet emotioneel of iets dergelijks. What's up, Kenzie? Nee, zeker, maar... Maar ook de sacrifices die in God of War werden gemaakt, die raakten me niet zo diep. Ik had er bij bijvoorbeeld Red Dead Redemption 2 meer, weet je wel. Als op een gegeven moment een bankoverval misgaat en Lenny wordt doodgeschoten bijvoorbeeld. Die voelde ik echt in mijn maag. En zeker het einde. Dat einde, daar kon ik eigenlijk niet mee leven van Red Dead Redemption 2. Je kan het allemaal terugkijken, Mr. Quark. Je kan het allemaal terugkijken. Ik heb alles opgenomen. Deze hele playthrough is opgenomen. DJ AK47 Romero, dankjewel voor die follow. Ik heb alles opgenomen. Alles geüpload al naar YouTube. Maar het komt pas deze week online. Ik wilde eerst alles hebben opgenomen. En het zijn 2 files van 60 gig. En ik denk dat deze iets van 10 is of zo. Dit is al een stuk minder. Bah. Jezus. Ik had het, ja, ik kan dit niet spoilen, Hans, maar ik had het niet het fijne einde, laat ik het zo zeggen. Hey, I'm getting too nervous. Hey, all right, so where do you want this? Right over here is fine. Right. Ja, geef niet, Mr. Quark. Als we 1 keer in de 10 jaar zoiets krijgen, ben ik super tevreden, man. Hey, so Pete? Yeah. Hey, I kind of got to talk to you about something I can't tell my mom about. What's up? Well, weird things have been going on. Like, physically. Oh.
Oh. Dit was mooi, man. Well, you know, you're at that age where your body starts to change. No, it's not like that. So you may be noticing some areas, no. For example. Not that. things better that I just show you. I show you. No. It's pretty weird, right? Ja, ik heb het spel nu net uitgespeeld, inderdaad, ja. Not that weird. Maar alles is terug te kijken op YouTube, jongens. In hoge kwaliteit. Dus je kan wel Twitch streams uiteraard terugkijken. Maar ik heb alles gewoon in hoge kwaliteit opgenomen. En dat wordt gewoon geüpload op YouTube. Dat komt allemaal deze week online. Ja, we blijven zeker weten. Hang en smash. Dan kunnen we de eeuwige debate tijdens deze playthrough kunnen we eindelijk settelen. Is het nou Venom of wordt het nou Green Goblin Jr.? Maas is gebeten door een spin. Dat gebeurde in deze stream, Mistral. Jezus. Niet nu, Q. Maar wel later. Wel later. De DLC is tof. Het is gewoon meer van deze vette combat en boss battles. Maar qua verhaal is het niet... Niet insane of zo. Ja, dat denk ik dus ook. Maar mensen hier in de chat zweren bij Venom, Res. Nee, mijn Last of Us playthrough die staat niet online. Dat was nog voordat ik YouTube had. Ja, we gaan het zien, blijkbaar. Weet je, ik I don't care. Weet je, als het Venom is of het is Green Goblin, it's all good. Maar ik dacht gewoon altijd dat het Green Goblin was. Maar het is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Hè. Deze game kwam uit in 2018. Het is nu 2020. We zijn alweer bijna halverwege 2020, jongens. Laat dat ook even inzinken, zeg. Jezus, wat is dit jaar snel voorbij gegaan, ondanks dat het zo'n dramatisch jaar is. Oh. School Kids, ik zie je vanavond, jongen. Eet smakelijk alvast. Ja, 2020 is een heel weird jaar. Absoluut. Niels, ben je er ook bij vanavond of heb je geen GT Sport? Superior Spider-Man. Ja, ik denk dat we dat nu niet gaan krijgen, Mr. Quark. Gezien wat er hier in dit verhaal allemaal gebeurt. We gaan geen Superior Spider-Man krijgen. Ja, dan maak je toch ruimte, Niels. Kom op, zeg. Wat is dat voor slap excuus? Ja, ik wou net zeggen. Ja, zeker weten. Maar kan je nagaan, weet je. Er is zoveel gebeurd, bad luck, dat je dat gewoon alweer bijna bent vergeten. $500 is wel weinig, maar pleur gewoon even Destiny 1 eraf dan. Hè? Hè? Of Destiny 2 vooral, ja. Oh, wat heb ik toch weer intens genoten van deze game. Tweede playthrough, net zo goed als de allereerste. Dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Fucking applaus naar Insomniac Games, man. Insomniac heeft hier echt een pareltje afgeleverd. En weet je, ik mag hopen dat ze de nieuwe standaard zetten voor Marvel Games. Ik ben bang voor niet. De Avengers game die eraan zit te komen van Square. Het ziet er niet zo interessant uit, maar we gaan het zien. Ja, dat moet nog wel op tijd zijn, Niels. Dat moet nog wel op tijd zijn. Wat's up, Home Alone? Was lekker, jongen. Oh. En we krijgen nog één post-credit scene. En daar zitten we nu op te wachten. En het is een post-credit scene waarbij we... Waar we flink over gediscussieerd hebben deze hele playthrough.
zien we nu de nieuwe Green Goblin Junior? Of zien we Venom geboren zien worden? Het is één van de twee. Switches From, dankjewel voor die follow. Ik heb de Hulk game nog nooit gespeeld. Nee hoor, de Insomniac moet gewoon een deel 2 maken, Mr. Quark. Hey, dankjewel Switches, dankjewel. Ja, met mij gaat het lekker, Homeland. Ik sluit het zeker niet uit, Sweat Pickle. Ik sluit het zeker niet uit. Ratchet & Clank is ook een franchise die enorm geliefd is bij het publiek. Ik kon het godverdomme gewoon weer niet droog houden bij het einde, man. Jesus Christ. Ook dat gevecht tussen Peter en Otto Octavius. Het is echt, echt van het allerhoogste niveau. Het is echt van het allerhoogste niveau. School switches from... nu is het oké, man. I got it. Schatten we de kans groter in dat Insomniac iets origineels gaat doen of juist niet? Ik acht de kans vrij klein. Ik denk dat Sony ontzettend blij is met het succes van Spider-Man. En dat ze, ze nu worden gepusht om gewoon een sequel te maken. Waarschijnlijk, of ze dat nu willen of niet, waarschijnlijk willen ze dat wel gewoon hoor. Maar nee, die moeten gewoon een deel 2 maken. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Deze game, jongens. God damn it. Zijn er mensen die deze stream nu hebben gezien en op basis van deze stream denken van ik wil deze game ook gaan spelen? Of hebben hem al gespeeld? Res, het ziet er al fucking gruwelijk uit op PlayStation 4, man. Het enige wat deze game nog nodig heeft is 60 frames per seconde. That's it, weet je wel. Oh, 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 oh. Niels, het is echt tof, man. Het is echt, echt heel erg tof. Al uitgespeeld? Nice. Komt u bij jou ook zo binnen als bij mij, Jiminy? Of ben ik de enige fucking pussy die hier gaat zitten janken? Oh, 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 oh. Ik begrijp er ook niks van, hè? In sommige situaties ben ik echt emotioneel afgestompt. En dan hier, dit is toch weer right in the feels. Tjoe, jongen, jongen, jongen. Oh, Terraspons, doe het, man. Doe het. Nou, gelukkig ben ik niet de enige dan, Blackdraw. Ik vond hem heel tof, maar niet dat level van jou, denk ik. En dat kan ik me goed voorstellen, want besef, kijk, ik ben gewoon een groot Spider-Man fan. Dus, weet je, dit is right up my alley. Dit is precies wat een Spider-Man fan wil. Ik zou letterlijk niet eens weten hoe ze dit beter kunnen maken. Ik vond het... Dit is bijna een flawless execution van de superhero game. Ik heb die Telltale games van Batman niet gespeeld. Ja, je gaat verwend worden, Forty. Dat gaat er echt geweldig uitzien op je tv. Dat valt toch wel mee? Bijvoorbeeld, ik heb in deze streams alleen maar de main scenario quest gedaan, Q. Ja, ik wou net zeggen. Maar dat zijn gewoon crime solve en dergelijke en bepaalde minigames. Maar de main scenario, nou, dat was voor mij weinig filler. Het is letterlijk van begin tot eind zijn we er doorheen geramd. Ja, oh ja, sorry. Er is geen flawless execution. De Miles Morales en de Mary Jane... momenten, die waren wel echt tergend, inderdaad. En die waren gewoon tergend omdat dat filler was, inderdaad. Dat was echt filler. Dat rekte de gameplay gewoon op. Duurde veel te lang ook. Terwijl letterlijk al die shit die je met Mary Jane en Miles Morales doet, kan je ook gewoon in een cutscene doen. En dan was het veel toffer geweest. Had de tempo er iets meer in gezeten. Dus dat. Ja, je kent mij, hè. Je kent me, Q. Ik ben main scenario quest coach. Dus dat. Ik heb pas al die sidequests pas na de main game gedaan. Want ik heb hem wel 100% gehad.
Nou, dat merk ik nu bij The Witcher 3, Joey. Dat merk ik nu bij The Witcher 3. Oh, maar dat vond ik juist wel tof. Ik vond dat juist een climax moment, Black Draw. Want weet je, je hoort van al die villains hier links en rechts en blablabla. Bla, bla. Je ziet ze ook wel. Ook Shocker kom je nog tegen en dergelijke. En dan in één keer, dan komt er die culminatie van de Sinister Six. Kijk, ja, tuurlijk zijn er veel villains, want het is de Sinister Six, weet je. Dus ja. Vind je het te makkelijk afgedaan? Ja, misschien begrijp ik een beetje wat je bedoelt, maar ik weet niet of ik het met je eens ben. Heb je heel veel ruimte tussen de keren dat je de main quest speelt? Hoe bedoel je, Q? Ja, dat is het ding. Ik vond dat deze villains allemaal best wel goed waren opgebouwd. Omdat je ze allemaal al kende. Ik kan toch gewoon deze credits skippen? Ik weet het niet, Hans. Ik durf het niet. Dus, wacht er gewoon rustig af. Het kan niet lang meer duren nu. Het kan niet lang meer duren. Ik durf het niet te skippen. Dat geeft niet. Deze mensen mogen allemaal een podium hebben op mijn stream. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor deze vette game. Ja, nee, dat snap ik inderdaad, ja. Uurtje download time. Zie, dat ga je prima redden, Niels. Dat ga je prima redden. Goeie X-Men game. Ja, dat zou ook vet zijn. Ja, kijk, ik ben een Spider-Man freak. Dus voor mij, kom maar gewoon met Spider-Man shit. Er valt zoveel te vertellen in dat universum. En ben je klaar met deze Spider-Man? Ga je gewoon naar een andere Spider-Verse. Weet je, dat is het hele mooie ervan. Ik zou nog wel een Miles Morales game willen hebben, hoor. Trouwens, er zijn zoveel. Superior Spider-Man, zei iemand net al. Ook ontzettend veel zin in. Ja, je kan ook Las Vegas doen. Hoe heet die Spider-Man ook weer? Ik vergeet elke keer de naam van die Spider-Man. Die uit Las Vegas komt. Ja, ik stel je voor deze game op PlayStation 5, hoe dat eruit gaat zien. Spider-Man 2099 inderdaad, ja. Heb je ook nog eens. Er zijn er zoveel. Spider-Man Noir, dat is niet mijn ding, maar er zijn genoeg mensen die dat ook diggen. Ik moet gewoon pissen, jongens, maar ik durf niet te gaan. Captain Marvel game. Really, dude? Ja, Into the Spider-Verse is zo'n fucking gruwelijke film. Ik zweer je, Into the Spider-Verse is de allerbeste superhero film aller tijden. Dat is knap, want we hebben ook gewoon Endgame en Infinity War gehad. Dus ja. Fuck it, ik ga gewoon rennen. Ik ben nog op tijd. Wat een hoop mensen werken aan zo'n game, hè? Jezus Christus. Heb je Spider-Verse nog niet gezien, Q? Oh mijn god, man. Oh. Die Spider-Verse staat op Netflix, joh. Ik heb mijn handen gewassen. Ik zit niet voor niks aan mijn shirt af te vegen. Mijn shirt is nu zeiknat, maar...
En ik had ook gewoon net goed de handdoek kunnen pakken, want kennelijk had ik nog tijd zat. Hopelijk geeft Spider-Verse Sony het idee om dat ook eens aan te vechten met DC. Hoe bedoel je, Black Dwarf? Oh zo, dat animated movies ook gewoon heel erg succesvol kunnen zijn. Maar dude, kijk, Into the Spider-Verse, Mr. Quark. Het hele ding is daarvan. Dat je geen andere films gezien hoeft te hebben. Het is gewoon een one-off film die zo fucking gruwelijk gedaan is. Ja, maar de Clone Wars heb je al gezien. De Clone Wars heb je al gezien, Q. What's up, Jabba? Nee, die Into the Spider-Verse is zo goed gedaan. Is zo fucking goed gedaan. Ik heb hem volgens mij 2 weken geleden ook weer een keertje gekeken. Maar kijk, dat is het ding. Ik wil niet de hele tijd zeggen, hij is zo goed gedaan. Hij is zo goed. De beste superhero film. Want dan gaan mensen altijd met een andere blik naar zo'n film kijken. Nee, ga hem gewoon kijken. En geniet ervan. That's it. That's it. Okay, we zijn bij de public relations gekomen. Die komen wel onderaan, toch? Oh nee, marketing, partnerships en activations. Ook wel een beetje, ja, Black Dwarf, zeker weten. Batman Ninja. Ik vond de premise cool. Ik vond de film een beetje tegenvallen. Om heel eerlijk te zijn. Het was mooi gemaakt. Dat zeker. En die hele stijl was ook vet. Maar ik vond hem niet zo heel erg tof. Ja, ik kan het me goed voorstellen, Joey. Ik kan het me echt maar goed voorstellen. Ja. Ik kan het niet. Nou, ik vind dat niet vergelijkbaar, die twee Q. Maar dat is natuurlijk ook animatie, ja, zeker weten. Het was net af en toe net te insane crazy. Ik vond gewoon het verhaal niet zo leuk. Niet zo interessant, laat ik het zo zeggen. Ik zweer je, tussen Studio Ghibli en Into the Spider-Verse kiezen, dat ze echt appels en peren. Dus welke je ook kiest, het maakt niet uit. Dat zegt niks over de ander, zeg maar. Ja, maar dat is het ding. Je kan ook het nooit het beste ooit noemen. Maar ik kan het wel zeggen, het is tot nu toe de beste superhero film. Jezus, wat duurt het lang. Ninja Turtles met Power Rangers komt eraan. We hebben de Ninja Turtles met de Ghostbusters. It's true. Het is echt waar. Ninja Turtles met de Ghostbusters. Vraag me af. Dat is letterlijk zoals ik... Dat is gewoon letterlijk... Als je een kind vraagt op de basisschool, wat zou je willen zien? En dan zou ik ook zeggen... Ninja Turtles met de Ghostbusters. Kijk, hier is hij. Ik weet niet of je het kan zien. Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters. En Turtles Batman, inderdaad. Het ding is met Clone Wars. De kwaliteit varieert gewoon wat mij betreft te veel. Die laatste 4 afleveringen van seizoen 7 zijn van zo'n ongekend niveau. Maar ook zeker seizoenen daarvoor denk ik, jezus, wat kinderlijk en wat plat en dergelijke.
Ze schommelen dat. Zeker op het begin was het heel erg voor kids gericht. En later is het wat meer naar volwassen shit gegaan. Maar ook die Clone Wars film is echt tergend, man. Echt tergend. De vraag is, gaan de credits nog eindigen? Nou, ik twijfel op dit moment. Hoe vet waren de Ninja Turtles op de basisschool? Ja, heel erg gruwelijk, man. Echt heel erg gruwelijk. De allereerste Teenage Mutant Ninja Turtle film. Op 23 mei is er een 30th anniversary op Twitch, dacht ik ook. Met April O'Neil en alle originele Teenage Mutant Ninja Turtles voor een celebration. Voor 30 jaar bestaan van Teenage Mutant Ninja Turtles 1. En ik zweer het je, Teenage Mutant Ninja Turtles 1 is echt een dark superhero movie, man. Die moet je echt gaan kijken. Teenage Mutant Ninja Turtles 1 is echt heel erg goed. 2 is een kinderfilm en 3 is ruk. Helaas. Maar 1 is echt heel goed. Ja, zeker. Maar dat is het ding. Ik vind Clone Wars vet, maar ik kan niet iemand aanraden om de Clone Wars te gaan kijken. Alle seizoenen daarvoor. Want dan gaan ze gewoon afhaken. De credits duren 40 minuten echt niet. Echt? Nee joh. Oké, dan gaan we hem skippen, want dat duurt me te lang. Ik ga het nu googlen even, of dat echt zo is. De credits, dat kan toch niet? Wil je het zeggen dat je kan skippen? Dan gaan we gewoon skippen. Dan zit ik gewoon naar de wc te rennen. Godsamme. Ja, maar ja, ik vind het gewoon te slecht, Q, wat dat betreft. Nee, niet YouTube. Ik wil het hier echt meemaken. Hier, komt-ie. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik vind het niet definitive Venom. Want weet je, dan zou zijn hele lichaam covered zijn en zou die niet half dood in een tank liggen. Dat is een beetje mijn punt. Wauw, ik heb gewoon een trophy gekregen voor One More Time. Gewoon nog een keertje uitgespeeld. Kijk, want dat is juist het ding. Er zijn story arcs waarbij juist Venom ervoor zorgt dat zijn host niet meer doodgaat aan kanker, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook story arcs waarbij hij juist kanker krijgt. Maar als ik hem zo zie hangen in die tank, dan heb ik niet zoiets van, ja, deze man heeft nu een symbiote aan zich en die is onoverwinnelijk. Dus ja, je ziet strands, maar... Hmm.
Nee, ik ben niet overtuigd dat dit Venom is, jongens. Ik weet niet wat jullie denken, en dat is inderdaad zijn zoon, dat is Harry Osborn. Yuri, you're back. How's your mom? Fine. Kijk hoe mooi deze game eruit ziet. Hoe kan dit nou nog vetter zijn op PlayStation 5? Are you crazy? There's no time for that. The apocalypse didn't het kan, happen, hoor. Maar zeg gewoon bewijs van. Is dit je favoriete PS4 game? Nee. You said it. You even did the voice. Ik hoopte dat dat The Last of Us 2 zou gaan worden. Dan gaan we volgende maand achterkomen. Maar ik denk dat het Red Dead Redemption 2 is. En die heb ik op PC gespeeld. Maar die is natuurlijk ook op PlayStation 4. What have I done? Heb je Digital Foundry gezien over die demo? Dat het had over dat het inladen van textures en de LOD verschillen misschien verleden tijd. Dat zou echt sick zijn. Ja, ik ben reuze benieuwd, man. Maar het ding is, die voordelen die we dus hebben gezien, die zouden we dus alleen hebben bij first party titels voor PlayStation en niet bij multiplatform, want het moet specifiek zo ontwikkeld worden. Dat is wat ik heb begrepen ervan. Zou je Red Dead Redemption 2 net zo tof hebben gevonden als je het hebt gespeeld op PlayStation 4? Ja, dat denk ik wel. Want ja, eigenlijk het allergrootste verschil is gewoon 60 fps op PC. Dat was eigenlijk het verschil. Voor mij. Oh, wat was dit een vette game, jongens. Ik heb hier echt zo verschrikkelijk van genoten en niet gedacht dat ik nog steeds even een flinke brok in mijn keel zou hebben bij het einde van deze game, maar it happened again. Dus ik ga hem nu afsluiten voor YouTube, want ik ben hem nu ook aan het opnemen. Dus YouTube, bedankt voor het kijken. Dit was de volledige playthrough van Marvel Spider-Man. En vergeet niet te liken, te subscriben en een comment achter te laten. Dankjewel alvast daarvoor. En we checken elkaar de volgende keer. Later, jongens.